Israëlische keuken is ontzettend gevarieerd. Zo zijn er mediterraanse invloeden, maar bijvoorbeeld ook invloeden vanuit Oost-Europa en de rest van de wereld. En daarom zijn de kruiden in Israël ook ontzettend gevarieerd. En hier in de Israëlwinkel verkopen we maar liefst 15 soorten kruidenmixen. Vandaag heb ik salade gemaakt en hoe lekker is het om je salade af te werken met deze Israëlische kruiden. Dus ik gooi er eerst wat olijfolie overheen en vervolgens kruid ik die met deze za'atar kruidenmix. Die is overigens voor allerlei doeleinden te gebruiken, maar ook overheerlijk op deze salade. Een glaasje wijn erbij en uw maaltijd is compleet. Israëlische kruidenmix, nu 3 potjes voor €9,95 op israelwinkel.nl. Goedenavond allemaal. Heel fijn dat we zo met elkaar verbonden zijn via deze livestream. Ja, we ontmoeten vanavond een jonge Joodse vrouw, Etty Hillesum, die in haar leven de keuze maakte om niet zichzelf in veiligheid te brengen, maar om het vreselijke lot van haar Joodse volk te delen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, als u vragen hebt, dan kunt u die ook stellen via YouTube, chat of via cvn.nl livestream. En dan gaan we nu eerst deze avond beginnen met gebed. Vraag of de Heer ons wil zegenen vanavond. Vader in de hemel, we loven en we prijzen uw naam. Heere, en we danken u voor uw liefde en uw trouw en uw goedheid. En we danken u dat we op deze manier met elkaar verbonden kunnen zijn. En we willen u vragen, wilt u in ons midden zijn en ons ook helpen om te spreken en te luisteren. En ook om geïnspireerd en bemoedigd te worden door het leven van Etty Hillesum. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Men zou wel een pleister op vele wonden willen zijn. Nou, dat was de laatste notitie die Etty maakte in haar laatste dagboek. Ikzelf maakte voor het eerst kennis met Etty Hillesum tijdens een excursie naar het Etty Hillesum Centrum in Deventer. Nou, daar wordt haar gedachtegoed verder gebracht. En inspiratie daarbij is ook de uitspraak van haar: één ding is wel zeker, men zou de voorraad liefde op deze aarde willen helpen vergroten. Nou, de gids vertelde een prachtig verhaal over Etty en ik was zo onder de indruk. Ik kocht het boekje Denkende Hart van de Barak en daar worden brieven genoemd die Etty schreef tijdens haar verblijf in Westerbork, Kamp Westerbork. Nou, als je die brieven leest, dan is het net of Etty tegenover je zit. Zo levendig zijn ze. Nou, op donderdag 24 september, dan hopen we weer een excursie naar het Etty Hillesum Centrum in Deventer te organiseren. Het centrum is weer open. Ze hebben maatregelen getroffen om de coronamaatregelen goed uit te breiden en we kunnen daar heel veilig naartoe. U bent dus van harte welkom om mee te gaan op 24 september naar het Etty Hillesum Centrum in Deventer. En ook wil ik u van harte uitnodigen om naar de prachtige synagoge in Enschede te gaan en dat is dan op 24 augustus. Iedereen is van harte welkom. Nou, vanavond wil ik Etty zoveel mogelijk zelf aan het woord laten. Door veel te citeren uit haar dagboeken en uit haar brieven. Want ja, op die manier leer je haar ook het beste kennen. Wie was Etty Hillesum? Ze wordt geboren op 15 januari 1914 als Esther Hillesum in een Joods-Nederlands gezin in Middelburg. Haar vader is leraar klassieke talen, heel geleerd man. He, voor hem was studie en de boeken eigenlijk het allerbelangrijkste in zijn leven. Haar moeder wordt geboren in Rusland. Maar daar maakt ze zoveel pogroms mee dat ze als jonge Russische Joodse vrouw vlucht met een kaal hoofd en in soldatenkleding en dan vlucht ze naar Amsterdam. Nou, vader vervult vele leraarsposten en eerst vertrekt het gezin van Middelburg naar Tiel en vervolgens in 1918 naar Winterswijk. In 1924 verhuizen ze naar Deventer, waar vader rector wordt van het stedelijk gymnasium en Etty is daar ook leerling. Nou, Etty beleeft een heftige jeugd, want het huwelijk van haar ouders is zeer turbulent. Misschien ook wel door de vreselijke ervaring van haar moeder in Rusland.
Maar het valt niet mee in dat gezin. En Etty heeft twee jongere broers, Misha en Jaap. De kinderen zijn allemaal zeer getalenteerd. Etty is heel erg intelligent. Haar broer Misha is een geniaal pianist. En velen hebben gezegd dat zou hij het overleefd hebben, zou hij na de oorlog de bekendste pianist in Europa geweest zijn. Hij was ook heel gevoelig, dus hij is ook diverse keren opgenomen in een psychiatrische inrichting. Nou, haar broer Jaap is arts geworden. Etty krijgt thuis heel weinig van het Joodse geloof mee. Hoewel haar overgrootvader Jeremia Hillesum opperrabbijn was in Zwolle. Maar later zou wel blijken hoe haar verbondenheid met het Joodse volk, hoe groot dat was en ook hoe haar geloof groeide. Ze gaat in 1932 naar Amsterdam toe, van Deventer naar Amsterdam, en ze gaat daar rechten studeren. Nou, na het behalen van haar doctoraal gaat ze een studie Slavische talen doen. In Leiden. En daarnaast houdt ze zich ook nog bezig met psychologie. Ze heeft een kamertje op de Gabriel Metsustraat, nummer 6, in Amsterdam. En daar kijkt ze uit op het ijsclubterrein. Dat is tegenwoordig het Museumplein. Nou, u hebt het misschien wel gelezen. In de afgelopen weken is dat nogal in de publiciteit geweest. Dat huis aan de Gabriel Metsustraat nummer 6 wilden ze afbreken om daar nieuwe woningen neer te zetten. Maar er was zoveel protest van omwonenden en ook historici dat de gemeente Amsterdam heeft gezegd, we maken er een gemeentelijk monument van. En vorige week is er ook een struikelsteen neergelegd voor het huis om eraan te herinneren dat Etty hier woonde van 1937 tot 1943. Ze is ook zeer gehecht aan die kamer. En als ze aan haar geliefde bureautje zit, waarop ze haar dagboek schrijft, dan kijkt ze dus uit en dan zegt ze, al 3 jaar leef ik in deze kamer. Ik ben dankbaar voor iedere dag dat ik hier leef en werk. Etty is een intens levende, heel gevoelige jonge vrouw. Zij kent vele hoogten en dieptepunten in haar gevoelsleven. Ze heeft ook veel vrienden en minnaars. En op advies van een van hen, en dat is de Joodse handlijnkundige Julius Spier, begint ze een dagboek om haar gevoelens op te schrijven, om haar ontwikkeling te noteren, als een soort therapie om inzicht te krijgen in haar persoonlijke ontwikkeling. En je ziet dan in de loop van de jaren dat ook de oorlog en het lot van de Joodse mensen steeds groter deel van dat dagboek gaat uitmaken. Nou, haar eerste notitie is op 9 maart 1941. Ze sluit die dag af. De dag begon zo goed, helder en klaar in mijn hoofd. Later heel erge inzinking. Een druk in mijn schedel, waar ik niet onderuit kon komen. En zwaar gedacht, veel te zwaar voor mijn gevoel. En daarachter de leegte en het waarom. Maar ook daartegen moet gevochten worden. Melodisch rolt de wereld uit Gods hand. Deze woorden van verwij gingen me de hele dag door het hoofd. Ik wilde dat ik zelf melodisch uit Gods hand vloeide. En nou, goeienacht. Etty heeft 9 dagboeken nagelaten, dagboekschriften. En het was ook haar eigen wens dat ze zouden worden uitgegeven. Ze zijn ook in handen gekomen van een huisgenote van haar. En later uitgegeven in de nagelaten geschriften. En een keuze uit de brieven en de dagboeken is gepubliceerd onder de titel Het Verstoorde Leven. Etty is 27 jaar als ze met dat dagboek begint en we maken dan met een jonge vrouw kennis die helemaal overhoop ligt met haar gevoelens. Ze beleeft alles heel intens, heel wisselende stemmingen, van grotere wanhoop
komt ze ook wel weer in rustiger vaarwater. En in de loop van dat jaar, 1941, zie je eigenlijk ook hoe zij zelf steeds meer tot rust komt en ook tot overgave aan God. Ze noemt zichzelf het meisje dat niet knielen kon en het toch leerde op de ruwe kokosmat in de slordige badkamer. En ze bidt: God, neem me aan uw hand. Ik zal braaf meegaan, zonder verzet. Ik zal me aan niets onttrekken van alles wat er in dit leven op me aanstormt. Ik zal het naar beste krachten verwerken. Ik zal overal meegaan aan uw hand en proberen om niet bang te zijn. Ik zal proberen iets van de liefde, van een echte mensenliefde die in me is, uit te stralen waar ik ook ben. Ze schrijft dat op 25 november 1941 om 9:30 ochtends. Midden in de oorlog dus, terwijl de maatregelen tegen haar Joodse vrienden, haar Joodse familie, tegen haarzelf steeds scherper worden. Maar ze aanvaardt uit Gods hand wat hij op haar weg brengt. En ze vertrouwt er ook op dat hij haar zal helpen in alles wat er gebeurt. En ze weet ook heel precies wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal aan de hand is. Want ze schrijft al op 14 juni, weer arrestaties, terreur, concentratiekampen, willekeurig weghalen van vaders, zusters, broers. En ze meldt ook het gerucht dat Joden naar concentratiekampen in Polen worden gestuurd. Dus ze is heel goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Het is niet zo dat ze maar wat op haar kamertje zit en wat in haar dagboekje schrijft. Nee, ze weet wat er gebeurt en ze gaat het ook met open vizier tegemoet. Ze schrijft ook over haar ouders, soms met gemengde gevoelens, soms heel liefdevol. Ze hebben zo'n gecompliceerd huwelijksleven, maar ze is ook heel gek op de moeder. Ze zegt: lieve Mamushka, die al haar liefde omzet in kippenpoten en hardgekookte eieren. En voor haar vader heeft ze ook heel veel respect. Nou, aan het eind van dat jaar, 1941, als ze dus bijna een jaar heeft geschreven en ja, zo tot de ontwikkeling is kunnen komen, dan schrijft ze: ik voel me zo gewoon. Zo heel erg gewoon en prettig. Zo zonder van die verschrikkelijk diepzinnige en kwellende gedachten. En zware gevoelens, maar zo heel gewoon. Maar toch ook vol leven en heel erg diep. Maar een diepte die ook wel weer iets als iets gewoons wordt aangevoeld. Ze is tot rust gekomen. Ze is niet meer zo heel erg heen en weer gaan van grote hoogte naar grote diepte. Door het eigenlijk van zich af te schrijven is ze echt innerlijk tot rust gekomen. En als ze dan 's avonds voor haar venster staat, dan dankt ze God voor de innerlijke rust en vrede die ze gevonden heeft. Er is een gevoel van groot vertrouwen en dankbaarheid in haar, omdat het leven zo mooi is. Moet je denken in welke situatie, welke omstandigheden zij dit opschrijft. Ze vindt het leven mooi. Ook als ze op een morgen met een vriend meegaat naar het bureau van de Gestapo. Nou, als ze daar aankomt, dan vindt ze de ambtenaar van de Gestapo maar heel beklagenswaardig. Ze heeft medelijden met hem en ze vraagt zich af: ja, hoe ben je eigenlijk zo geworden? Ze kan hem niet haten. Als ze dan die ochtend na dat bezoek aan de Gestapo weer thuis komt, dan schrijft ze nog iets over die ochtend. Een heel sterke gewaarwording dat ik, om al het leed en onrecht dat er gebeurt, toch de mensen niet kan haten. En dat al het ontzettende en gruwelijke dat er gebeurt niet iets geheimzinnig dreigends en ver buiten ons is, maar het is heel dichtbij in ons. Uit ons mensen komt het voort. En daardoor is het me ook veel vertrouwder. Het angstaanjagende is dat systemen boven mensen uitgroeien en mensen in een satanische greep houden.
De anti-Joodse maatregelen gaan intussen steeds verder. Ze schrijft in haar dagboek: we mogen niet meer op de wandelweg wandelen. En ieder ongelukkig groepje van 2 of 3 bomen is tot bos verklaard. En daar hangt dan een bordje bij: voor Joden verboden. En er komen steeds meer van die bordjes, overal. En dat er dan toch nog zoveel ruimte is waar men kan zijn en leven en vrolijk zijn en musiceren met elkaar en elkaar liefhebben. Vanaf 3 mei 1942 is iedere Joodse burger vanaf 6 jaar verplicht om de 6-puntige gele ster te dragen, zichtbaar op de kleding als ze naar buiten gaan. Nou, als je dat weigerde en je ging zonder ster, en als je dan opgepakt werd, dan moest je dat met de dood bekopen. Nou, voor de verdeling van die sterren was de Joodse Raad verantwoordelijk. De Joodse Raad was door de Duitsers ingesteld om alle anti-Joodse maatregelen die ze namen via die raad door te geven aan de Joodse gemeenschap. Zo werd die raad, ja, je kunt wel zeggen, een doorgeefluik van die maatregelen. En ja, ze dachten, als je dan maar bij de Joodse Raad werkt, dan ben je veilig. Dan ben je vrijgesteld van deportatie. Maar in september 1943 werd ook de Joodse Raad, de mensen van de Joodse Raad, weggevoerd en hield de raad op te bestaan. Nou, bij die Joodse Raad werden dus die gele sterren afgeleverd. Dat waren balen gele stof waar de sterren uitgeknipt konden worden. En in totaal waren er zo'n kleine 600.000 sterren afgeleverd bij de Joodse Raad. Nou, de Joodse burgers waren verplicht er 4 per persoon te kopen voor 4 cent per stuk en het inleveren van een textielbon. We lezen in Etty's dagboek niks over de gele ster, maar ze heeft hem natuurlijk ongetwijfeld ook zelf gedragen als ze naar buiten ging. Wel schrijft ze: na de invoering van die ster, de bedreigingen van buiten worden steeds groter. De terreur stijgt met de dag. Ik trek het gebed om me heen als een donkere, beschuttende muur. In het gebed trek ik me terug als in een kloostercel en treed dan weer naar buiten, sterker en weer bijeengeraapt. Vroeger had ze wel eens het idee dat ze de ongelukkigste mens op de hele wereld was. Maar nu kan ze, ondanks alles, Gods schepping prijzen. En ze loopt door de straten in Amsterdam en ze weet van de huizen. Daar is een broer weggevoerd. Daar is een vader gijzelaar geworden. Daar is het doodvonnis over een 18-jarige zoon uitgesproken. Ze weet het allemaal. Ze weet van de vervolging, de verdrukking, de haat en het sadisme. Maar toch weet ze zichzelf persoonlijk geborgen bij God. En dat gevoel kan door geen oorlog en zinloze menselijke wreedheden afgenomen worden. En als ze dan hoort over de toestanden in de Jodenbuurt, waar hele gezinnen in een heel klein kamertje moeten verblijven, dan is ze ook heel dankbaar met haar eigen kamertje. Waar ze in alle rust kan nadenken, kan schrijven, maar ook Russische les kan geven aan leerlingen om zo in haar onderhoud te voorzien. Toch sluit het net zich steeds verder rond de Joden. Ze schrijft op 12 juni 1942. En nu schijnt het erdoor te komen dat de Joden niet meer in groentewinkels mogen komen en fietsen inleveren en niet meer in de tram en 's avonds na 8 uur binnen. Nou, hoewel deze maatregelen haar verstikken, laat ze zich toch niet eronder krijgen. Ze schrijft: meestal slaan de dreigendste maatregelen, en dat zijn er nogal wat tegenwoordig, te pletter tegen mijn eigen innerlijke zekerheid en vertrouwen. En verwerkt in mij, dan verliezen ze hun dreiging. En een dag later schrijft ze: men mag best soms treurig en te neergeslagen zijn. Dat is heel menselijk en begrijpelijk. Maar toch,
De grootste roof aan ons plegen we zelf. Ik vind het leven mooi en ik voel me vrij. De hemelen binnenin mij zijn even wijd uitgespannen als boven mij. Ik geloof aan God en ik geloof aan de mensen. En ik durf dat zo langzamerhand ook heel eerlijk te zeggen zonder schaamte. Het leven is moeilijk, maar dat is niet erg. En een vrede kan alleen echte vrede worden later, wanneer eerst ieder individu in zichzelf vrede sticht en haat tegen medemensen van wat voor ras of volk ook uitroeit en overwint en verandert in iets dat geen haat meer is. Misschien op den duur wel liefde. Of is dat misschien een beetje te veel geëist? Maar toch is dat de enige oplossing. Niet haten, maar liefhebben. En helpen zoveel als je kunt. Dat is haar levenshouding. Ze heeft ook een heel bijzonder geloof aan God. Ze ziet God als iets in zichzelf. Hè, omdat we naar hem geschapen zijn. Volgens zijn beeld geschapen zijn. Maar ze ziet hem ook als een vader die voor haar zorgt. En ze spreekt ook heel vrijmoedig met hem. En ze neemt het God ook niet kwalijk wat zijn Joodse volk allemaal overkomt. Ze schrijft: en toch vind ik het leven niet zinloos, God. Ik kan er niks aan doen. En God is ons ook geen verantwoording schuldig voor de zinloosheden die we zelf aanrichten. We zijn zelf verantwoordelijk. Ik ben al in 1000 concentratiekampen, 1000 doden gestorven. Ik weet het allemaal. En ik ben er ook niet meer verontrust over, deze nieuwe berichten. Op de een of andere manier weet ik alles al. En toch vind ik het leven schoon en zinrijk. Van minuut tot minuut. Ze noteert dat in haar dagboek op maandagmorgen 29 juni 1942, als ze aan haar kleine bureautje zit. En ze vraagt zich af: is er nu zoveel verschil tussen hier 1000 angsten opgevreten worden of in Polen door 1000 luizen en honger? Men moet de dood accepteren als bij het leven behorende, ook de vreselijkste dood. Soms is er ook nog weer een straaltje licht, als ze bijvoorbeeld een brief van haar vader krijgt. Haar vader en moeder en haar broer Misha wonen dan nog in Deventer. En ze moet lachen, glimlachen om de brief die ze van haar vader krijgt. En dan schrijft ze: uit de brief van mijn vader. In zijn onnavolgbare humor. Vader schrijft: vandaag is het fietsloze tijdperk ingetreden. Ik heb de fiets van Misha persoonlijk afgeleverd. In Amsterdam, zo lees ik in de krant, mogen de Yehudim nog fietsen. Welk een voorrecht. Wij hoeven nou niet meer in angst te zitten dat onze fietsen gestolen worden. Voor onze zenuwen is dat stellig veel beter. In de woestijn hebben wij in de tijd ook 40 jaar zonder fietsen moeten reizen. Etty maakt zich geen enkele illusie over het lot dat de Joden te wachten staat. Ze weet het precies. Het gaat om onze ondergang en vernietiging. Daar hoeft men zich geen enkele illusie te maken. Vandaag beving me voor het eerst een soort moedeloosheid. En daar moet ik nu mee zien af te rekenen. Waarom eigenlijk nu pas dat gevoel? Omdat ik een blaar aan mijn voet heb van die lange loop door die warme stad. Omdat zoveel kapotgelopen voeten hebben. Sinds ze niet meer in de tram mogen. Om Renate's bleke gezichtje. Omdat ze naar school moet lopen in de warmte met haar korte beentjes. Een uur heen en een uur terug. Om zo verschrikkelijk veel. Op zichzelf allemaal kleinigheden, maar al die onderdeeltjes van de grote vernietigingsstrijd tegen ons.
Maar ze laat zich door deze vreselijke gebeurtenissen niet eronder krijgen. Ze schrijft: ik ben niet verbitterd. Ik ben niet opstandig. Ik ben ook niet moedeloos. Mijn groei gaat onbelemmerd door, van dag tot dag. Ook met die vernietigingsmogelijkheid voor ogen. En ze wil ook anderen niet tot last zijn. Maar er is weer die angst en die verdrietigheid erover anderen tot last te zullen zijn. En als een gewicht aan anderen te hangen, zodat hun weg nog moeilijker wordt. En daarom besluit ze ook om niet onder te duiken. Terwijl haar vrienden zeggen: waarom duik je niet onder? Er is mogelijkheid voor jou voldoende. Je kunt zo terecht hier en daar. Toch doet ze het niet omdat ze anderen niet tot last willen zijn. Nou, vele van haar vrienden verwijten haar dan ook dat ze onverschillig en passief is. Ze vinden dat iedereen zich uit de klauwen van de nazi's moet kunnen redden. En dat moet ook proberen. Maar zij voelt zich in niemands klauwen, maar in Gods armen. En als je eenmaal begonnen bent met God te wandelen, ja, dan wandel je maar door. Het hele leven is dan één wandelen gaan. Zo'n merkwaardig gevoel. En ze wil ook geen uitzonderingspositie hebben, maar hetzelfde lot ondergaan als haar volk. En ze weet ook wat dat betekent. Maar ze blijft toch ook hoop houden dat ze het zal overleven. En als je dan beweert aan God te geloven, schrijft ze, dan moet je ook consequent zijn. Dan moet je je ook helemaal overgeven en vertrouwen. En dan mag je je ook geen zorgen maken voor de dag van morgen. Onlangs is bekend geworden dat er in kamp Westerbork een Joodse verzetstrijder was die geprobeerd heeft om Etty over te halen om onder te duiken. Nou, ze heeft dat dus geweigerd, maar ze heeft deze verzetstrijder wel geholpen om Joodse kinderen weg te smokkelen, zodat zij wel de mogelijkheid hadden om te overleven. Nou, dit alles speelt zich dus af als Etty nog in Amsterdam is. Ze is nog op haar kleine kamertje in de Gabriel Metzustraat 6. En ze kan nog van alles doen. Ze heeft nog contacten met mensen. Ze kan nog naar een uitgaan. Ze kan nog naar vrienden gaan. Ze kan nog in haar dagboek schrijven. Maar er komt een tijd dat dat zal veranderen. Nou, en daar wil ik zometeen na de pauze het over hebben, over de moeilijkste tijd in haar leven, waarin ze ook de zwartste dag van haar leven meemaakt. En ja, hoe dat gaat in kamp Westerbork, daar wil ik u graag straks na de pauze over vertellen. Christenen voor Israël presenteert Redders in Nood. Zes miljoen Joden werden vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Velen keken toe of zwegen uit angst. Sommigen kwamen in verzet en zetten daarmee alles op het spel. Maak kennis met een aantal van deze helden en hun verhalen. Velen gaven hun leven. Wat zou jij doen? Redders in Nood. Bezoek de tentoonstelling in Nijkerk. Meld je aan op cvi.nl/redders. We hebben gezien hoe Etty in Amsterdam leefde en woonde, in haar dagboeken schreef en ook hoe ze zichzelf persoonlijk ontwikkelde. Hoe ze van een wanhopige vrouw eigenlijk steeds meer rust vond in God. En dat verblijf in Amsterdam, dat gaat op een gegeven moment ook veranderen. De maatregelen worden steeds scherper. En dan op een gegeven moment is haar broer Jaap zo dat hij daar aanraadt om een baantje te nemen bij de Joodse Raad.
Op die manier is ze dan ook verzekerd van een zogenaamde sperre. Dan was je ook vrijgesteld van deportatie. En als je dan ondanks dat toch nog in Westerbork kwam, dan kon je daar vandaan weer teruggaan naar Amsterdam. Dus haar broer Jaap dacht dat het wel heel gunstig voor haar zou kunnen zijn en misschien ook wel voor de familie. Nou, 14 dagen lang gaat Etty te voet naar de lijnbaangracht nummer 366 om bij de Joodse raad typiste te zijn. Ze noemt het daar de hel. Ze heeft een ontzettende hekel aan de Joodse raad. En daarom meldt ze zich vrijwillig om met een aantal andere mensen van de Joodse raad naar kamp Westerbork te gaan om daar mensen te helpen en bij te staan. Nou, begin augustus 1942 is het dan zover. Ze gaat naar Westerbork, want ze wil zich ook niet aan dat vreselijke lot onttrekken. Ze wil de mensen daar niet in de steek laten, maar hen juist helpen en hen die liefde geven. Ja, en die liefde kan ze overal geven. Die kan ze geven aan haar vriendenkringetje in Amsterdam, maar ook aan de mensen in kamp Westerbork. En overlevenden hebben later ook inderdaad verteld dat Etty een lichtende persoonlijkheid was toen ze daar was. Zo zetten ze zich in om iedereen te helpen en bij te staan. Nou, als ze in Westerbork aankomt, dan zijn de wekelijkse deportaties naar Polen al begonnen. Iedere maandag rijdt er het kamp binnen een trein en iedere dinsdag vertrekt er een rij met goederenwagons. Met meer dan 1000 mensen richting het oosten. Vanaf 15 juli 1942 tot 3 september 1944 verlaat de trein week in, week uit 93 keer het kamp. Omdat ze bij de Joodse Raad werkt, kan ze dus diverse keren weer terug naar Amsterdam. En dat doet ze ook 2 keer, maar ze is ook erg ziek. Ze komt zelfs in het ziekenhuis terecht. En ja, ze vindt het eigenlijk vreselijk, want ze wil heel graag bij de bekenden in Westerbork zijn. Maar de dokter zegt, je mag absoluut niet gaan, je moet eerst weer beter worden. Want ze is zwak en ze is duizelig en ja, ze mankeert eigenlijk van alles. Maar op een gegeven moment gaat ze toch weer terug. En dan schrijft ze op 23 november haar eerste brief aan haar vrienden in Amsterdam. Maar het schrijven is er bijna onmogelijk, want er komen zo enorm veel indrukken op haar af dat ze het eigenlijk ja, niet kan verwerken. De verpaupering, de modder, de kinderen die voor je ogen sterven, de vele oude mensen die komen. Ze schrijft, ik heb wel een heel leven nodig om dit allemaal te verwerken. Ach weet u, schrijft ze eind december, dit is zulk een verschrikkelijk triest en beschamend stukje geschiedenis der mensheid, dat men niet weet hoe men erover moet spreken. Men schaamt zich dat men er heeft bijgestaan en het niet heeft kunnen verhinderen. Ze schrijft verder, er was een vrouwtje dat haar bril en medicijnflesje thuis op de schoorsteenmantel had laten staan. En ze vroeg of ze dat nou weer kon krijgen en waar ze nou eigenlijk was. En waar ze eigenlijk naartoe ging. En een vrouw van 87 jaar klemde zich zo sterk aan mijn hand vast, dat ik dacht dat ze me nooit meer los zou laten. En ze vertelde hoe de stoep van haar huisje altijd glomde. En hoe ze het nog nooit in haar leven gewend was geweest om haar kleren onder het bed te gooien als ze ging slapen. En dat oude, gebogen heertje van 79... Hij was 52 jaar getrouwd, vertelde hij. En nu lag zijn vrouw in het ziekenhuis in Utrecht. En hij zou de volgende dag weggevoerd worden uit Holland. En als ik nu bladzijde en bladzijde zo doorging, dan wist u het nog niet, schrijft ze. Zoals dat daarbij ons schuifelde en strompelde en neerviel en hulpbehoevend was en kinderlijk vragen stelde. Hier kon men met woorden niet veel beginnen en een hand op de schouder woog soms nog te zwaar. En de oude vrouw vraagt haar, kunt u me nou misschien vertellen waarom wij als Joodse volk zoveel moeten lijden? Etty kan niet zoveel doen voor de mensen, behalve wat liefde geven. En daarom schrijft ze,
En ik meen dan ook dat deze aarde alleen weer iets bewoonbaarder zou kunnen worden door die liefde waarover eens de Jood Paulus schreef aan de inwoners van de stad Korinthe in het 13e hoofdstuk van zijn eerste brief. Ze heeft als medewerker van de Joodse Raad ook overal toegang, ook in de ziekenbarakken. En dan kijkt ze dus of mensen wat nodig hebben aan levensmiddelen of als er bijvoorbeeld bagage tekort komt. Zo kan ze zich vrij bewegen. En dan komt de zwartste dag van haar leven. 21 juni 1943. Vanochtend reden de volgepakte goederenwagons het kamp binnen. Ik stond aan de kant in de regen. De goederenwagons waren potdicht. Van boven hier en daar openingen, doordat er planken waren uitgebroken. Door een smalle opening zag ik opeens moeders hoed en vaders bril en Misha's smalle gezicht. Ik begon luid te roepen en ze ontdekten me. Nu, vandaag ga ik met hen dezelfde lijdensweg die ik vannacht met de Levi's en de meisjes gegaan ben. Registratie, quarantaine en straks breng ik ze in de grote barakken waar het nu een complete hel is. Vanaf dat moment zet ze zich ook helemaal in om voor haar familie te zorgen. En ze staat er ook versteld van hoe die familie zich houdt. Ze schrijft, vader is wel volslagen hulpeloos en zijn boordje is in het laatste etmaal een stuk te wijd geworden. Maar hij zwaaide met zijn kleine Bijbel vanochtend toen we wachten in de regen. Uren en uren en hij vond een prachtig woord uit Jozua. Ze probeert ze er zo goed mogelijk door te slepen. En in brieven naar vrienden in Amsterdam, dan vraagt ze ook om levensmiddelen. Bijvoorbeeld roggebrood voor haar vader, want die kan geen warm eten eten. Nou, haar moeder is ook heel flink. Moeder is bewonderenswaardig, schrijft ze. Het is haast onbegrijpelijk. Ze loopt er net zo kwiek en verzorgd bij als overal. Ze heeft vanochtend bijvoorbeeld de grote was gedaan, buiten, in een emmer en aan een touwtje opgehangen. Misha is heel aandoenlijk in zijn aanhankelijkheid aan zijn ouders. Hij leeft in voortdurende angst dat ze naar Polen zullen moeten. En hij zegt dat hij dan zeker meegaat. Etty probeert zoveel mogelijk het leed van al die mensen te verzachten. Ze schrijft. Zo net zegt iemand tegen me, u ziet er altijd zo stralend uit. Het gaat mij persoonlijk net zoals altijd en overal. Men is af en toe wel een beetje moe en murf en verslagen en duizelig van de zorgen. Maar dat zijn zorgen die iedereen heeft. En waarom zouden ze dan niet samen eerlijk dragen en delen? En even later in dezelfde brief. En ondanks alles belandt men telkens weer bij hetzelfde. Het leven is toch goed. Aan God zal het niet liggen dat het zo scheef gaat soms. Het ligt aan onszelf. En hier blijf ik bij, ook nu, ook wanneer ik samen met de hele familie naar Polen word doorgestuurd. Nou, die dag komt steeds dichterbij. Omdat ze dus bij de Joodse Raad werkt, lukt het haar nog steeds om haar ouders voor deportatie te behoeden. Maar de dagen voor dat transport, die zijn zenuwslopend. De oproep om je klaar te maken komt dus op maandagochtend, vaak midden in de nacht, een paar uur voor vertrek. En dan op het laatste moment worden er nog Joden uit de barakken gehaald op dinsdagmorgen, als er te weinig in de wagons zitten. Nou, als het dan dat het transport vertrokken is, dan is ze aan het eind van haar krachten. En dan valt ze zelfs verschillende keren flauw. Maar telkens put ze nieuwe moed uit de Bijbeltekst uit Matteüs 6, vers 34. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Haar laatste lange brief schrijft ze op woensdag 1 september 1943 aan haar vriendin Christine van Noten, die woont in Deventer.
Ze schrijft daarin dat het gezin nog steeds compleet is. En dat ze de psalmen zo prachtig vindt. En aan een andere vriendin schrijft ze die dag. Met mij gaat het goed. Ik werk weer iedere dag een uur Russisch en lees psalmpjes en praat met vrouwen van 100 jaar. Die er prijs op stellen mij hun hele leven te vertellen. Ik leef hier eigenlijk zoals bij jullie in Amsterdam. Ik leef wel in de gemeenschap, maar ik leef ook heel erg voor mezelf. En dat gaat ook heel goed. Ook al leef je met anderen, op, onder, boven en door elkaar heen. En dan vraagt ze ook nog of de vriendin haar blauwe ochtendjas wil opsturen. En haar blauwe gebreide jurk, want het is er zo koud. En stel je voor dat ze onverwacht op transport wordt gesteld. Je kunt het maar nooit weten. Op 7 september worden vader, moeder, Misha en Etty op transport gezet. Een vriend uit het kamp, Jopie Vleeshouwer, stuurt een paar dagen later een bericht aan vrienden in Amsterdam en dan beschrijft hij hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. Jopie schrijft: voor Etty was het als het ware een klap op het hoofd, die haar dan ook letterlijk even neervelde. Binnen het uur had ze zich echter hersteld. We gingen tezamen naar barak 62 en we hadden urenlang onze handen vol met uitzoeken, inpakken, opscharrelen en schiften van alle mogelijke kledingstukken en etenswaren. Etty's vader uitte zijn nervositeit in humoristische opmerkingen. En Misha vond dat maar niks. Die werd er kwaad om, omdat hij vond dat zijn vader het niet ernstig genoeg opvatte. En moeder, bedrijvig als steeds, zorgde uitstekend voor al het nodige en legde een bewonderenswaardige rust aan de dag. Jopie Vleeshouwer schrijft verder. Etty betreedt de transportboulevard, vrolijk pratend, lachend. Een aardig woord voor ieder die op haar weg kwam. Vol tintelende humor. Misschien wel een tikje weemoedige humor. Maar echt onze Etty zoals jullie haar allemaal kennen. In wagon nummer 1 zie ik moeder, vader en Misha instappen. Etty komt in wagon nummer 12 terecht. Dan gaat de trein weg. Een schrille fluit en 1000 transportvehiken zetten zich in beweging. Nog een flits van Misha, die uit een spleet van goederenwagon nummer 1 zwaait. En dan bij nummer 12 een vrolijk dag van Etty. En weg zijn ze. En daar zit ik nu. Wel wat treurig. Maar toch ook weer niet om iets dat verloren is. Want een vriendschap als van haar gaat nu eenmaal niet verloren. Die is en die blijft. Nou, Etty's eerste notitie in haar dagboek was op 9 maart 1941. En haar laatste notitie is van 7 september 1943. Ze weet dan een briefje uit de trein te werpen en die dan wonderlijk bij haar vriendin terechtkomt. Dat briefje luidt: aan Christine van Noten, nabij Glimmen, dinsdag 7 september 1943. Christine, ik sla de Bijbel op een willekeurige plaats en ik vind dit: de Heere is mijn hoog vertrek. Ik zit midden in een volle goederenwagon op mijn rugzak. Vader, moeder en Misha zitten enige wagens verder. Het vertrek kwam toch nog vrij onverwacht. Plotseling voor ons speciaal uit Den Haag. We hebben zingende het kamp verlaten. Vader en moeder zeer flink en rustig. Misha eveneens. We zullen 3 dagen reizen. Dank voor al jullie goede zorgen. Achtergebleven vrienden schrijven nog naar Amsterdam. Misschien hoor je iets, ook van mijn lange brief. Tot ziens, van ons vieren, Etty.
Op 30 november 1943 wordt Etty in Auschwitz vermoord. Ze is dan 29 jaar. Ook haar ouders en haar broer Misha en Jaap komen om. Ja, dit zijn vreselijke gebeurtenissen. Verschrikkelijke, onvoorstelbare gebeurtenissen. Je verstand staat erbij stil, bij alles wat daar gebeurd is. Wat het Joodse volk tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft moeten meemaken. Etty en 6 miljoen andere Joden, ze zijn allemaal omgebracht. Alleen omdat ze Jood waren. Maar we mogen ook weten dat God trouw is. God is trouw aan zijn volk Israël. De profeten hebben gezegd dat hij zijn volk terug zou brengen naar het beloofde land. En wij zien het gebeuren. In onze tijd komen uit vele landen Joden terug naar Israël. En het neemt alleen maar toe. Zelfs ook uit Amerika komen er steeds meer Joodse mensen naar Israël. We zien dat God trouw is. En we zien dat hij trouw is aan zijn volk Israël. En daarom mogen wij er ook vast van overtuigd zijn dat hij trouw is in ons leven. Er zijn kinderen uit de gemeente. Het Joodse volk leeft. Am Israël Chai. Zullen we de Heere danken voor deze avond. Vader in de hemel, we danken u voor deze avond. We danken u dat we hier bij elkaar mochten zijn. We danken u ook dat u gewerkt hebt in het leven van Etty Hillesum. En we danken u dat zij daardoor ook voor ons zo'n lichtend voorbeeld mag zijn in haar levenshouding van niet haten, maar liefhebben. Heere, wilt u ons dat ook geven, dat wij in ons leven ook zo een licht mogen zijn voor anderen. De Heer Jezus zegt tegen ons, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Heere, wilt u ons helpen om zo te leven, tot zegen van de naaste en tot eer van uw heilige naam. En wilt u zijn met uw Joodse volk Israël, wilt u het bewaren in alle moeilijke tijden, in alle vijandigheden, alles wat er op hen afkomt aan discriminatie, antisemitisme, wat weer zo opkomt in onze dagen. Wilt u met hen zijn en wilt u met ons zijn? Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Nou, dan dank ik u voor uw luisteren en kijken. We hopen elkaar, dat wil zeggen niet ik, maar iemand anders, morgenavond weer te zien via de livestream. U kunt dan kijken naar dominee Kees van Velzen. Hij zal het hebben over Psalm 142, een gebed om hulp. Ook weer om 19:30 s'avonds. En volgende week zijn er ook weer livestreams. Ik wens u verder nog een prettige avond, een heel fijn weekend, een heel fijne zomertijd en bovenal Gods zegen.